Hoi, ik ben Esma en ik woon in het meest oranje straat van Nederland. Ik ben Gukka en ik ben trots om op deze straat te wonen. Ja, want deze straat in de Schilderswijk in Den Haag kleurt bij belangrijke voetbaltoernooien helemaal oranje. Hoe vinden jullie het nou dat het er zo oranje uitziet? Perfect! En waarom dan? Gewoon heel mooi is en er zijn lichtjes. Ze steunen Nederland heel veel. Ik ben blij dat ik hier woon. Maar oranje is niet de enige kleur die in de wijk te zien is. Mijn naam is Neda en ik woon in deze straat waar heel veel mensen fan zijn van Marokko. Ook het rood en groen van de vlag van Marokko zijn aanwezig. Wat maakt Marokko nou zo goed? Ze verliezen zeg maar nooit de hoop. Ze hebben gewoon vertrouwen in hunzelf en vooral de supporters ook. We hebben vertrouwen in hen. Niet alleen op straat is de wijk er klaar voor, ook op school wordt er naar het WK uitgekeken. De eerste wedstrijd van Nederland is op maandag 21 november. Die van Marokko is woensdag 23 november om 11 uur. Ik heb echt super veel zin in. WK is gewoon leuk om te kijken, op tv en zo. Vooral dit jaar omdat Marokko het mee doet. Vind je het leuk, dan wordt het eens spannend en gezellig. Toch is de echte feeststemming, net als in de rest van Nederland, ook hier nog niet losgebarsten. Dat komt volgens experts omdat het WK in Qatar wordt gehouden. Er is veel kritiek op dat land over hoe ze omgaan met mensenrechten. Niet meer leuk zo, omdat het bij Qatar wordt gehouden. Dat het WK in de winter is, speelt volgens deskundigen ook mee. Maar de meeste kinderen hier, die zijn er helemaal klaar voor. Het gaat voor mij om het voetballen. Ik denk gewoon ja, ze gaan spelen, super blij. Ik kijk gewoon ja. En in zo'n versierde wijk wordt het natuurlijk een feest om de wedstrijden te kijken. En soms staan ze gewoon met banken en al hier. Naar alle wedstrijden van Nederland kijken. En thuis gaan we met z'n allen lekker met de familie op de bank zitten. En dan gaan we lekker kijken. Maar wie de wereldkampioen wordt, deze kinderen zijn er nog niet over uit. Nederland! Nederland!